De vakvereniging Wetenschappelijk Personeel Universiteit, VWPU, is in actie. Aanleiding is de uitgebleven toepassing van de door de regering toegekende loonsverhogingen bij de ambtenaren. Aangezien docenten ook deel uitmaken van het ambtenarenstelsel, zou deze verhoging eveneens voor hen moeten gelden. Maar welke is uitgebleven? Dit zegt Shanti Venetiaan, voorzitter van het bestuur van de universiteit, in gesprek met onze redactie op de staking die momenteel gevoerd wordt. Vanaf de verhogingen die vorig jaar zijn doorgevoerd voor de ambtenaren, de salarissen van de AD-medewerkers gaan daarmee automatisch mee. Maar bij de implementatie, de manier waarop de berekening van de nieuwe lonen is gegaan, daar is aanpassing. Maar de aanpassing vraagt om meer geld. En dat geld was niet begroond. En de subsidie die de universiteit kreeg, heeft gekregen de afgelopen maanden, was onvoldoende om die nieuw berekende lonen uit te betalen. Daar gaat het over. Er is heel veel overleg over geweest, ook correspondentie. Maar uiteindelijk moet het duidelijk worden wanneer het geld op de afgesproken manier betaald kan worden. De docenten zijn door de staking niet verplicht studentenbegeleiding te verzorgen. Venetiaan geeft te kennen dat alleen externe dienstverlening wordt uitgevoerd. Is niet gegarandeerd. De acties houden in. Alleen externe dienstverlening wordt nog uitgevoerd. Maar voor de rest wordt het werk niet uitgevoerd. Dus een individuele docent kan misschien wel besluiten om gewoon door te gaan met de begeleiding. Maar in principe is dat nu dus even aan boord. Venetiaan zegt dat het nu afwachten is op de loonaanpassing middels correcte berekeningen die zijn afgesproken tussen de docenten en het bestuur van de universiteit. Dit is afgesproken met de minister van Onderwijs en ze heeft er geen bezwaar tegen. Dus het geld daarvoor moet nu vrijgemaakt worden, aldus Venetiaan.